Welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan we kijken naar de derde ronde van het WK schaken 2024. De tussenstand voor deze ronde was 1,5 punt voor Dingli Ren en 1,5 punt voor Gökeş Domaraju. De partij van gisteren eindigde relatief snel in een remise. Het was niet een heel spannende partij. Maar wat wel interessant was aan die partij was de psychologie. Eigenlijk we zagen dat Gökeş Domaraju een hele solide positie bouwde met de zwarte stukken. Wat liet zien dat hij niet bereid is in deze fase van het toernooi om vol voor de aanval te gaan. Aan de andere kant had wit, Dingli Ren, een klein voordeel in de positie. Maar we zagen dat Dingli Ren niet echt probeerde door te drukken om dat voordeel echt uit te buiten. En tevreden was om een remise te maken met de witte stukken. En om op die manier zijn voorsprong te consolideren. Dat is op zich natuurlijk logisch, omdat Dingli Ren de voorsprong heeft. Maar het betekent wel dat Gökeş Domaraju nu met de witte stukken wel kan proberen voor die aanval te gaan. Het is natuurlijk logisch om voor een aanval te gaan met de witte stukken, omdat je natuurlijk een klein voordeel hebt dat je begint in de partij. En laten we gaan kijken of Gökeş Domaraju inderdaad winnende kansen kon gaan creëren in deze partij. Een D4-opening en een Queen's Gambit op het bord. Gökeş Domaraju speelt dus met de witte stukken overigens. We zien D5 en de set C4 op het bord. En wat interessant is in deze Queen's Gambit, is dat je hier best wel veel opties hebt. Je kan paard C3 spelen, de loper in het spel brengen, E3 spelen. Zelfs een set zoals G3 is natuurlijk mogelijk, een soort Catalan variant. Maar we zien dat wit er direct voor kiest om de pion te slaan. Dit is interessant omdat je daarmee direct een bepaalde pionstructuur vaststelt in de positie. Als je wacht met het slaan van deze pion, of in ieder geval de spanning tussen de pionnen laat, dan kan je op elk moment verder in de partij er nog voor kiezen om te slaan, of om juist de pion naar voren te schuiven misschien. Maar Gökeş Domaraju maakt meteen een beslissing wat hij doet met de spanning tussen deze twee pionnen. Hij slaat namelijk de pion, zwart slaat het terug. Dat is een kleine imbalans in de partij. Zwart heeft een C-pion en wit heeft een E-pion. En ondanks dat dit niet een bepaald voordeel biedt voor een van beide spelers, is het wel interessant en gaat het ook wel gevolgen hebben in de partij. We zien paard C3 en de set C6 om deze pion te beschermen. We zien dame naar C2 en de set G6. De set G6 is over het algemeen bedoeld om loper G7 te spelen en te kunnen rokeren. Maar het heeft ook een ander doel, misschien wel een belangrijker doel. En dat is namelijk om de set loper naar F5 te spelen. Je wilt de loper op de actieve diagonaal plaatsen die voorheen gecontroleerd was door de dame. Maar doordat je G6 speelt, is de loper nu beschermd en moet de dame zich verplaatsen. We zien dat dat gebeurt. Dame naar B3 wordt gespeeld. En hier zien we een interessante keuze van Dingli Ren. We zien namelijk dame naar B6. Dingli Ren zegt eigenlijk oké, dit eindspel, als de dames worden geruild, is niks speciaals. Dan creëert wit geen voordeel in de positie, omdat de positie toch relatief symmetrisch is, ondanks dat de pionnen op verschillende lijnen staan. Wat interessant is, en dat ik wil uitlichten, is waarom nu ook het verschil in de pionstructuur belangrijk is. Als wit hier slaat, dan kan zwart terugslaan met de pion. En ondanks dat zwart dubbele pion heeft op de B-lijn, zijn alle pionnen met elkaar verbonden, waardoor deze pion niet heel zwak is. Je kan de pion altijd naar voren schuiven en dan zijn alle pionnen goed verdedigd. Oké, behalve de B7-pion, maar dat heb je altijd met de pion die achteraan staat in de pion chain. Het heet dat in het Engels. Afijn. Punt is dat alle pionnen met elkaar verbonden zijn en je hebt de open lijn met de toren. Het verschil is dat als zwart voor het eindspel kan gaan, wat gebeurt in de partij? We zien de set G4 om de loper aan te vallen, maar zwart heeft nog steeds de tijd om de dame te slaan. Wit moet terugslaan met de B-pion en wat we nu zien is dat ondanks dat wit ook gedubbelde pion heeft op de B-lijn, dus eigenlijk hetzelfde als wat zwart zou hebben gehad als wit de dames had geruild, dat deze positie een stuk zwakker is voor wit. Want waar de pionnen van zwart allemaal nog met elkaar verbonden waren, geldt dat niet voor de positie van wit, omdat wit dus geen C-pion heeft. Dat betekent dat wit overblijft met twee geïsoleerde pionnen. Dus een klein voordeel voor zwart, voor Dingli Ren in zekere zin natuurlijk. Wit heeft wel eind, er is echt nog geen man overboord. Maar wel interessant om te zien dat Gökeş Domaraju dit toeliet. We zetten loper naar C2 om direct deze zwakheid aan te vallen. We zien loper naar F4, een hele mooie set. Wit verdedigt deze pion niet, maar speelt in plaats daarvan loper F4 om de loper in het spel te brengen. Je voorkomt ook de set loper naar D6 op die manier. En het probleem voor Dingli Ren is dat hij eigenlijk deze pion niet kan slaan. Als je dus slaat, dan heeft wit de zet paard naar D2. Het probleem is dat als je naar het veld C4 gaat, dat wit kan slaan. En het feit dat wit de enige loper heeft op de lichte velden is een groot voordeel. Daarnaast kan je snel de positie stabiliseren met de zet E3. En heeft zwart gewoon zwaktes in de positie, waaronder dus deze pion
En die ook nog eens op een licht veld staat. Als je deze verdedigt met de ZB5 bijvoorbeeld, dan heb je een heleboel zwakheden op de lichte velden waar wit gebruik van kan proberen te maken. Waardoor we alsnog een soort van in een cattle lane opening terechtkomen, overigens. Waarbij zwart dus een pion opgeeft. Ik hoop dat dat duidelijk is. Een positioneel voordeel geeft dat dus voor wit. En het probleem is dat als je hier slaat en wit speelt paard naar d2, dat je eigenlijk geen goed ander veld tot je beschikking hebt. Deze twee velden zijn gecontroleerd door de toren. Datzelfde geldt voor dit veld. We hadden al besproken dat dit veld niet optimaal is. En als je gaat naar c2, dan lijkt het erop alsof je ontsnapt. Maar niks is minder waar. Naar toren c1 kan je niet naar deze twee velden. Die zijn gecontroleerd door de paarden. Je kan niet naar dit veld of dit veld. Gecontroleerd door de toren. Dit veld is gecontroleerd door de pion. En dit veld is ook gecontroleerd door een andere pion. Dus je kan naar dit veld, naar het veld e4. Dat lijkt een mooi veld. Maar na de zet f3 kan je loper nergens naartoe. En de beste zet volgens de computer is om de loper op te geven. En dit geeft een winnend voordeel voor wit. Nou, je terugslaat bijvoorbeeld met het paard. Afijn, vandaar dat zwart niet de pion kan slaan. En we zien de ZH5 op het bord. We zien toren naar G1. Zwart slaat, wit slaat terug. Zwart krijgt de open lijn dus van Kukesh de Marajo. We zien paard naar D7. En paard naar D2. Om deze pion nu voor altijd, in ieder geval voor nu, te verdedigen. Waardoor zwart überhaupt niet meer de mogelijkheid heeft om de pion te slaan. En wat we ook direct zien is dat deze loper nu best wel zwak is. Want zoals gezegd, de loper kan eigenlijk nergens naartoe. Niet naar deze twee velden, niet naar dit veld. Niet naar dit veld op e4 door de zet f3 dus. En ook dit veld is gecontroleerd door wit. Dus zwart moet een actief idee vinden om deze loper veilig te stellen. Begint met toren naar g8, een hele slimme zet. Omdat je de zet g5 op wilt spelen om zo de loper in veiligheid te brengen. Maar als je hier toren c1 speelt, dan is het zo dat g5 alsnog gespeeld kan worden. En dat je een tegenaanval begint tegen de loper van wit. In de positie zien we in plaats daarvan dat wit op een andere manier probeert om alsnog gevaar in de positie te houden voor Dean Liren door zelf de zet G5 te spelen. Nu kan de loper dus niet meer terug op deze diagonaal. We zien de zet paard naar H5 om de loper aan te vallen. Dus wederom heb je geen tijd voor toren C1, want dan slaat zwart de loper. Is niet per se super slecht, omdat je natuurlijk gewoon materiaal ruilt. Alleen dan komt zwart gewoon af van de grootste zwakheid in de positie. En dat is over het algemeen een goed iets. We zien in plaats daarvan loper naar H2 om de loper veilig te stellen. En hier zien we de zet toren naar H8. Interessante zet. De toren gaat van het ene veld terug naar het andere veld. Maar de toren heeft een duidelijk doel. Je wilt op deze manier extra druk zetten op deze loper. En de zet G5 heeft er overigens wel voor gezorgd dat nu de loper terug zou kunnen gaan naar F5. Dus naar toren C1 kan je loper naar F5 spelen. Afijn, we zien de zet F3 op het bord. We zien paard naar G7 om de loper aan te vallen. En we zien de zet loper naar G3. En hier speelt Ding Liren een klein beetje een onvoorzichtige zet. We zien namelijk de zet toren naar H5 om deze pion aan te vallen. Maar waarschijnlijk ziet Ding Liren het gevaar in de positie niet. Wit kan namelijk gaan voor de zet E4. En opeens kan deze loper weer nergens naartoe. We zien dat zwart slaat. Wit slaat terug. Deze pion is verdedigd, waardoor de loper niet terug kan. Nogmaals, dit veld is verdedigd, dit veld is ook verdedigd. Datzelfde geldt voor deze twee velden. En wat doet zwart naar toren C1? Ding Liren besluit om de loper te verdedigen met paard naar D4. Maar het probleem is natuurlijk dat als wit de verdediger van de loper dit paard kan elimineren of kan ruilen voor een eigen stuk, dat dan de loper verloren gaat. En dat is precies wat Kukesh Domorajo gaat proberen. We zien loper naar F2 om te proberen dit paard te slaan en zo ook de loper te winnen. Zwart kan gaan voor de zet C5, maar dit is geen goede zet. Niet omdat wit er kan slaan en dat je dan de loper kan winnen, want zwart begint een tegenaanval. Maar in de positie heeft wit de zet paard B5. Als zwart hier slaat, kan wit dit paard slaan. En je kan de loper nog steeds niet in veiligheid brengen. Alle velden waar het naartoe kan zijn gecontroleerd. En hier verlies je dus simpelweg de loper omdat hij niet meer verdedigd is. Als je ervoor kiest wat Ding Liren doet om de zet loper naar G7 te verplaatsen, dan lijkt het erop dat wit kan slaan en dat zwart kan terugslaan. Er is geen verdediger. Wit kan slaan, maar niks is minder waar, want dan verlies je de toren. Dus er zijn zeker trucjes in de positie, maar de zet die wit speelt is de zet paard naar E2. Een hele slimme zet. Als je nu voor de zet C5 gaat, kan wit slaan met het paard. Nu is het zo dat zwart geen tegenaanval meer begint en dat wit simpelweg de loper kan slaan. Dus zwart heeft problemen. Grote problemen, want zwart is geforceerd materiaal op te geven. We zien paard pakt pion.
Daarmee geef je dus de loper op. En nu is het zo dat Dinglin een 2 pion heeft voor de loper. En dat is in het voordeel van Gukesh Domarayu. Als we helemaal teruggaan naar deze positie. Ik zei de zet toren naar H5 is onvoorzichtig. Wat was een betere set geweest in de positie? Een betere set zou zijn geweest loper E7. Een hele subtiele set. Het punt van deze set is dat wanneer wit gaat voor de set E4 om voor hetzelfde plan te gaan, zwart deze set kan spelen. Loper pakt G5. Als wit nu deze set speelt, toren naar C1, is het zo dat zwart het paard kan slaan. De loper kan nog steeds nergens naartoe, maar na deze schaken het slaan van het stuk en het ruilen van de stukken, kan zwart hier de pion slaan die niet verdedigd is. En dit is in het voordeel van Dinglin. Dus dat zou een betere optie zijn geweest, maar het wordt dus niet gevonden, waardoor we de lijn krijgen die ik liet zien. Allemaal heel forcerend. Zwart kan simpelweg de loper niet goed genoeg verdedigen, waardoor we in deze positie terechtkomen waarin wit de loper wint. We zien dat zwart paard ruilt, wit slaat terug en paard naar E5 wordt gespeeld. Wit heeft natuurlijk nog steeds een aantal zwakheden in de positie. De drie pionnen zijn alle drie geïsoleerd, maar een extra stuk is eigenlijk meer waard dan de twee pionnen, ook als wit een aantal zwakheden overhoudt. We zien paard naar D4, toren naar het veld D8 om het paard te pinnen naar de koning en bijvoorbeeld zet C5 proberen voor te bereiden, ook wel dat is voor nu onmogelijk, maar goed. We zien koning E1 om, sorry, koning E2 om alsnog uit die pin te komen. We zien de zet toren naar H2. Loper naar G2 wordt gespeeld. We zien pion naar A6, pion naar B3 en toren naar D7. Het probleem voor zwart is natuurlijk dat het best wel lastig is om iets te creëren. De stukken zijn niet heel goed gecoördineerd. De toren hier op D7 is natuurlijk niet zwak of zo. Het is een sterke toren, maar het liefste zou je de torens samen willen laten werken, bijvoorbeeld op deze open lijn, maar dat is onmogelijk. En de gevaren die alle stukken stichten, bijvoorbeeld deze toren die het paard aanvalt en deze toren die op deze lijn staat, zijn gewoon niet gevaarlijk genoeg. En wit kan het verdedigen. We zien koning E7, toren naar D1 om dat paard extra te verdedigen. Koning E8 geeft ook aan overigens dat zwart geen actief idee heeft als de koning weer terug moet. We zien loper naar het veld G3. De toren gaat naar A5. Paard naar F3 wordt gespeeld. Gukesh Domarayu is natuurlijk tevreden om stukken te ruilen als je meer materiaal hebt. We zien dat dat gebeurt. De koning slaat terug. Loper naar D4 wordt gespeeld. We zien toren naar H1. Wederom is Gukesh tevreden om de torens te ruilen. Zeker de toren van zwart die op de open lijn staat. We zien dat zwart een pion wint. Maar deze pion kon eigenlijk niet geslagen worden door loper naar H3. Daarmee valt wit deze toren aan. We zien dat de aanval geblokkeerd wordt. Maar na loper naar F4 is de partij eigenlijk wel voorbij. Deze toren kan namelijk niet naar een goed veld toe. Sowieso op deze lijn zijn alle velden gecontroleerd. En als je gaat naar het veld A5, waar Dinglin voor kiest, dan is het zo dat wit de zet loper pakt F5 heeft, waardoor deze toren wordt aangevallen. Deze toren staat onder druk. En het probleem is als je eerst probeert de torens te ruilen, dat wit kan slaan met een schaak. En op die manier kan je alsnog deze toren winnen. En dit is compleet winnend voor Gukesh Domarayu. Natuurlijk. Waardoor Gukesh Domarayu weer op gelijke hoogte komt. De tweede partij van Gukesh Domarayu met de witte stukken levert hem een overwinning op. Het is tot nu toe echt een best wel heel leuk WK, omdat er van alles gebeurt. Twee beslissende partijen in de eerste drie rondes. Dat zie je zeker niet altijd gedurende WK's. Er zijn WK's gebeurd waarin alle partijen in een remise eindigden, volgens mij. Volgens mij bijvoorbeeld een WK tussen Fabiana Caruana en Magnus Carlsen. Dus best wel bizar dat nu in de eerste drie rondes we twee beslissende resultaten hebben gezien. Natuurlijk leuk voor mij als, nou ja, analist en iemand die er video's over maakt. Ik hoop natuurlijk ook voor jullie. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze video. Ook iedereen bedanken voor alle reacties die ik gisteren heb gezien. Ik vroeg natuurlijk, willen jullie elke dag zo'n video zien over het WK? Er waren verschillende reacties, maar ik denk dat ik zo goed als mogelijk ga proberen om elke dag in ieder geval een update te geven over hoe het ervoor staat door een partij te analyseren. Of in ieder geval op zijn minst een post achter te laten op dit kanaal waarin ik de eindstand bespreek. Misschien dat ik een klein stukje schrijf of iets dergelijks als de partij heel saai is of snel in een remise eindigt. Maar goed, voor nu hoef ik me daar geen zorgen om te maken, want de partij is heel spannend en leuk. En vandaag hebben we dus een beslissend resultaat gezien. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer.